Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 6 november 2015. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag een uitzending met één item. We hebben vandaag ook data, exact als gisteren, maar dan met 355 als centrale frequentie. 355 hertz. We gaan ermee nog een interessante test doen. Instellingen voor vandaag dus Contestia en dan 125 bandbreedte, 2 tonen, synchronisatie 8. Integratie van FSC 4 en inclusief start- en stoptonen. En dan met, zoals ik zei, 355 hertz. Let nog even op, morgen is de dag voor de radioamateur. Informatie over die dag, inclusief het programma, wordt aan het eind van deze uitzending uitgezonden in 8 PSK 1000 op 1750 hertz. 8 PSK 1000 op 1750 hertz. Doel van deze tweede data-uitzending is mede om te testen of die tweede data-uitzending, de uitzending met Contestia, die tegelijkertijd gewoon doorgaat, ook verstoort. Vanavond is trouwens ook de lange uitzending op PI3 UTR, vanaf 10:30 dus. Het enige onderwerp van vandaag is een item over de Raspberry Pi dat ik in april van dit jaar voor PI4AA heb gemaakt. Het is een lofzang op het kleine computertje dat in een paar jaar tijd met name bij Z-amateurs geweldig populair is geworden. De Raspberry Pi is in een paar jaar tijd een groot succes geworden. Het apparaatje is overal goed gevallen, maar het lijkt wel of Z-amateurs nog net een iets grotere liefde voor het dingetje, amper groter dan een pakje sigaretten hebben, dan andere mensen. Dat komt omdat het apparaatje zeer veelzijdig is en niet duur. En omdat Z-amateurs van nature al een aantal werkjes hebben voor het computertje waar het dingetje geknipt voor is. Doordat de apparaatjes zo massaal verkocht zijn, is er ook heel erg veel kant-en-klare software voor gekomen. Voor degenen die de Raspberry Pi nog niet kennen, waar hebben we het over? De Raspberry Pi is een volwaardige computer. Dat wil zeggen, op de nieuwste versie, de B2, met quad-core processor, kan het volwaardige besturingssysteem Ubuntu draaien en binnenkort ook Windows 10. Toetsenbord en een grootbeeldmonitor eraan en je ziet het verschil zo goed als niet met een desktop PC die bijna 10 keer zo duur is en bijna 20 keer zoveel stroom verbruikt en die misschien wel een paar honderd keer zoveel ruimte in beslag neemt. De belangrijkste voordelen van het apparaatje zijn in eerste instantie het geringe stroomverbruik. Dat wil zeggen de versie B1 die gebruikt 2,2 watt, de versie B2 iets meer, maar nog altijd bijzonder weinig. En door dat kleine stroomverbruik wordt hij nauwelijks warm. Er zitten verder geen bewegende delen in, nou ja, die ventilator die is dus niet nodig. En in plaats van een harde schijf zit er een micro SD kaartje in, zoals dat bij een mobiele telefoon of een fotocamera het geval is. Het aardige daarvan is, als je het kaartje eruit haalt en een andere erin stopt, dan zit er op slag een ander besturingssysteem in. Dus dat is ook reuze handig. En je kan ze on the fly verwisselen. Het superkleine formaat is ook een belangrijk voordeel, maar het belangrijkste voordeel is wel de prijs. Het computertje kost tussen de 35 en 40 euro. Dan komt er nog 7,50 euro bij voor een behuizingtje, een vergelijkbaar bedrag voor een lichtnetadapter en nog zoiets voor het fotokaartje. Maar dan heb je ook een complete PC. Je kunt er een monitor aanhangen, maar als je het ding een werkje laat doen voor je, dan is het hoe dan ook praktischer om het computertje op afstand te gebruiken. Ik heb hem meerdere onder een weinig gebruikte tafel geplakt met dubbelzijdig tape en ik bedien ze vanaf mijn grote PC. Er is zoals gezegd inmiddels een grote hoeveelheid software voor beschikbaar gekomen voor die Raspberry en met name ook amateursoftware. Ik doe in het laatste gedeelte een kleine greep uit dit aanbod. Let wel, dit zijn kant-en-klaar geïnstalleerde concepten. Er is meer, maar dan ben je zelf verantwoordelijk voor de installatie. Een redelijk veel gebruikte mogelijkheid is om aan het computertje een touchscreen display toe te voegen en een DVB-T-stick. Je hebt dan met de juiste software een ontvanger die afhankelijk van de gebruikte stick tussen ongeveer 25 MHz en 2,3 GHz kan ontvangen. Heel populair is ook om de Raspberry Pi te gebruiken voor Echolink. Dat kan om er QSO's mee te maken, maar ook als gateway voor Echolink bijvoorbeeld naar een repeater toe. Ik heb op PI4AA al eerder zo'n concept beschreven. Dat was toen met SVX-Link. Software. Er zijn daarnaast nog meer mogelijkheden, bijvoorbeeld het programma de Linkbox. En sinds deze week weet ik dat er ook een image beschikbaar is voor het programma AllStarLink op de Raspberry Pi. Ook IRLP is overigens beschikbaar. Een andere populaire toepassing is de Raspberry Pi te gebruiken als controller voor een analoge of een digitale repeater of voor een D-Star hotspot. Bij een kleine inventarisatie kom ik onder andere nog kant-en-klare en uiteraard gratis oplossingen tegen voor een Packet Radio BBS, een Whisperbaken, SlowScan TV, gebruikmakend van de speciale Raspberry Pi camera. Er zijn meerdere mogelijkheden voor APRS, iGates, zowel alleen luisteren als zenden en ontvangen. D-RADS, dat is een communicatiepakket voor D-Star. Remote besturing voor diverse zendontvangers.
Nou, diverse TNC's voor Pickett. Het is maar een kleine greep hoor. Maar de meest opmerkelijke toepassing vind ik toch wel om de software een sensiaal te laten opwekken. Dat met een paar milliwatt uit een van de besturingspoorten van de Raspi komt. Er is inmiddels software voor een stereo FM zender. Verder zijn er meerdere toepassingen voor Whisper en voor SSTV. En er is zelfs een amateur die op deze manier software heeft gemaakt om SSB te kunnen zenden. Hij maakte daarmee met die paar milliwatt een QSO, terwijl hij de WebSDR van Twente als ontvanger gebruikte. Er is verder geen hardware nodig om het ding als zender te laten werken. De zendfrequentie is bij al deze toepassingen instelbaar tussen 0 en 250 MHz. Zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.